Kom hier, geef mij dat ding. Of kan ik het niet zelf? Jij mag het zelf doen. Lekker, een soort vibrator. Ik krijg hele andere ideeën. Ja, een percussion van Vader. Op mijn bovenbeen zetten. Ah, gadverdamme. Welkom bij de Slimmer Presteren Podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle-aged man in Lycra, Gerrit Heijkoop. Over sport, onderzoek en innovatie. Voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over massage voor een betere sportprestatie of sneller herstel. Zinvol of onzin? Een intensieve training of wedstrijd gaat vaak gepaard met stramme en stijve spieren. Om de spieren weer soepel te krijgen, zweren sommige atleten bij een massage. Kan dit inderdaad de sportprestatie en het herstel verbeteren? En hoe zit het dan met een massagegun of compressiebeenstukken? Voordat we beginnen, nog even 3 dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wil presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Weet dat je Jurgen en mij ook kunt boeken voor jouw volgende bijeenkomst als spreker of presentator. Neem gerust eens contact met ons op via de contactgegevens hieronder. En 3. Deze podcast wordt geproduceerd en gesponsord door Live Online Events. Serieus goede content rondom jouw congres of event. Check www.loe.tv voor meer info. Jurgen, goedemorgen. Goedemorgen, Gerrit. Dit is een aflevering waarvan je al heel lang wist dat die zou komen. Althans, veel vragen van luisteraars, veel gesprekken met masseurs over gehad. Oh, leuke podcast. Hebben jullie ook een aflevering over massage? Ja. Nou, ik heb er nog nooit aan gedurfd. Hij komt eraan. Ja. Hij komt eraan, daar is hij dan. Jij zit er klaar voor, zo te zien. Ja, je hebt mij gevraagd om in sportkleding naar de studio te komen. Dus ik heb onze Active Dry Slimmer Presteren sportshirt aan. Ik denk, en zondag sta jij wel aan de start in Eindhoven. In Eindhoven, halve marathon, heb ik hem ook aan. Oh, dus voor dus wie in Eindhoven meedoet en hem nog wil bestellen, ben je net te laat. Maar alle andere mensen die willen shine in dit heerlijke sportshirt, ga even naar onze webshop en bestel hem. Ja, nee, want ik heb een koffertje voor je meegenomen. Die ga ik straks uitpakken en die gaan we eens even testen. Maar jij houdt wel van testjes. Ik hou heel erg van proefjes. Wij gaan op zoek naar het antwoord op de vraag: welke massagetechnieken zijn er voor sporters? Waarvoor? Lijkt me eigenlijk de eerste vraag. Wordt massage ingezet bij sporters? Wat doet het op de prestatie en het herstel? Wat zegt de wetenschap? Hoe zit het met een massagegun? Je hebt er een bij je. En die intermittent beenmassage via luchtcompressie heb je tegenwoordig ook. Mensen die helemaal ingepakt liggen. En we hebben aan Guido gevraagd om eens even onder zijn atleten weer een onderzoekje uit te zetten. Hoeveel van hen zitten aan de massage en waarom? Dus dat horen we op het einde van de aflevering. Zit jij aan de massage? Ik zou het heel graag willen. Ja, nee. Dit is een aflevering, Jurgen, waarvan ik heb wel eens vaker bij onze podcast, dan denk ik, af en toe maken wij ook dingen kapot, hè? Ja. Sommige dingen hoef je misschien niet te debunken. Je wordt er veel te nuchter uit. Ja, van, hè? Want ik vind massage en zelfs sportmassage heel fijn. Want ik weet wel dat de masseurs nu zeggen, wacht even. Sportmassage is niet fijn, hè? Doet gewoon pijn. Ja. Maar zelfs dat vind ik wel fijn. Ja, maar we kunnen ons denk ik daar ook wel achter verschuilen. Mocht het advies negatief zijn. Nee, of mocht de wetenschap geen aantoonbare verschillen hebben gezien. Ja. Dan kan het ook zijn, de ene masseur is de andere niet. Het hangt ook een beetje van techniek af. Kan ik zo wel op ingaan. Ja. Maar doe me even denken aan een anekdote die destijds ging bij Team DSM toen dat nog Sunweb heette. Wielrenners hebben het nu die over. Waren heel erg met wat zegt de wetenschap. We doen alles op wetenschappelijk verantwoorde wijze. Dat zelfs op een gegeven moment een renner zei, ik weet niet wie het was, van ik krijg niet eens meer een massage, want die wordt ook al in twijfel getrokken hier. Dus die was een beetje van dat ze helemaal doorgedraafd waren in het feit, moet het allemaal wetenschappelijk ondersteund waren. En ik denk dat wielrennen en massage, die zijn gewoon onlosmakelijk met elkaar verbonden, zeker. Toch? Daarom, dat is het excuus van wielrenners om hun benen te scheren. Als ze niet willen zeggen, ik vind het gewoon mooi. Het vak soigneur, dat hoort gewoon bij wielrennen natuurlijk. Ja. Ik heb het tot nu toe na al mijn Rotterdam Marathons gedaan. Die Rotterdam Marathons beleef ik via die Facebook community Rotterdam Marathon deelnemers. Oh, dat doe je dan ter plekke. Die hebben een green room, oftewel een café wat ze afhuren waar je je tas neer kan leggen en waar ook masseurs staan. Ja. Ik heb tot nu toe altijd direct na mijn marathon me daar laten masseren. En? Ja, dus ik weet niet beter dan dat dat heel fijn. Ik heb natuurlijk één keer niet gedaan. Dat was naar Amsterdam vorig jaar, want daar was geen masseur. Ja. Ja. Ik kan geen verschil aanduiden. Ik zag hem ook bij de... Ik heb het bij de Keistad Triathlon. Toen zat ik tegen de kramp aan. Ja. En toen stonden die dingen leeg. Ik denk, daar ga ik ook eens even snel op liggen. Dus toen heb ik het gedaan. En ik zou... Kijk, ik weet bijvoorbeeld, wij hebben wel eens een live-uitzending gemaakt met Jacqueline Eikelboom. Mm-hmm. Dat deden we in Utrecht bij haar vaste sportmasseur, want zij is een ultra-atlete, zij trainde heel veel en zij had als vast onderdeel van haar routine om zich regelmatig te laten masseren. Ik merk, ik zou dat ook wel willen, maar puur eigenlijk meer als een soort beloning voor haar trainen, maar dat je dan denkt, nou, mag je ook even een half uurtje per week of een uurtje per week van mij part onder handen genomen worden. Dus dat het ontspannend kan werken. Bij mij staat het, volgens mij heb ik een paar maanden geleden, dacht ik, volgens mij moet ik dit ook maandelijks gaan doen. Is er nog niet van gekomen. Is dit onderdeel van de Rotterdam Marathon ambitie? Ja. Dat ik denk, nou, dan hoort dat er dan ook bij. Was het gebaseerd op wetenschap, dit gevoel? Nee, dat was puur het gevoel van 's ochtends uit bed komen en dan denken, een beetje stramstijf en stramstijf, met name in die rug en de bovenbenen. En denk, nou, misschien is dat wel eens goed. Waar het niet dat ik er kwam een appje natuurlijk in de UATT-groep, waarbij proefpersonen werden gezocht of vrijwilligers voor UATT, onze triathlonvereniging. Ja, twee leden die een sportmassagecursus gaan doen. Henry en Esther. En ik heb me aangemeld. En zat je erbij? Want ik hoorde dat ze binnen 20 minuten... Net op tijd na mij werd inderdaad de inschrijving gesloten. En ik heb inmiddels dan mijn intake gehad. Focussen op mijn onderrug. Want daar zitten toch wel de meeste klachten. En ik ben... kijk er naar uit, laat ik het zo zeggen. Ja. Ik ben in de afgelopen maanden ook 2 keer bij een fysiotherapeut geweest met wat schouderklachten. Monnikskapspier zat vast. En die heeft dat ook 2 weken achter elkaar losgemasseerd. Ja. En toen ben ik weer de straat opgestuurd. Okay. Jij bent klaar. Ja. Welke massagetechnieken, of hoe deed hij dat precies? Want ik denk, massage. Ik heb toch maar even op internet zitten zoeken. Ik wou zeggen, je overvraagt mij. Hè? Ja. Ik kan beschrijven wat hij deed. Harm die maakte een combinatie van dat hij voortdurend dan testte wat de mobiliteit in mijn schoudergewricht was. Ja. En dan ging hij met zijn, ik denk vooral met zijn 2 vingers in die spier zitten voeten. Ja. En dan op een gegeven moment testte hij weer en dan deed hij weer wat. Uiteindelijk ging die kraken, maar goed, dat is misschien fysiotherapie specifiek. Ja. De massages na afloop van de evenementen. Rotterdam Marathon of Keistad Triathlon. Ja, die zitten voor zover ik kan waarnemen gewoon een beetje te knijpen en te kneden. Nou ja, uiteindelijk kom ik erachter. Het is dat er verschillende technieken zijn en in een bepaalde opbouw. Ik denk dat we hier heel veel reacties op gaan krijgen van sportmasseurs of anderen. Maar dat geeft helemaal niet. Maar dat is wel goed te weten, want juist straks gaan we het over het massagegun hebben. Ja. Wat die dan met name doet, zeg maar. Die doet 1 techniek. Ik moet zeggen, op voorhand, ik ga het zo uitproberen. Ja. Maar ik merk ook, ik vind het helemaal niet interessant. Ja. Want een van de dingen... Kijk, ik kan hier wel bekennen. Ik vind het ook heerlijk om naar de kapper te gaan. En dus ook naar zo'n masseur. Gewoon dat iemand gewoon een half uur of een uur... Ja, dan mis je al. Maar dan doe ik het bij jou. Hè? Dan hou jij ik gaat mijn massage gunnen. Dat wordt een hele bijzondere video dit. Maar vertel, massagetechnieken. Nou, welke technieken zijn hier? Ik noem het maar. En het is een beetje Frans getint. De effleurage. De effleurage? Ja, dat is dan, daar begin je meestal mee. Dat is gewoon met de hele hand licht aanraken, over de huid bewegen. Dat is het begin, hè? Ja, een beetje voelen waar het vast zit. Dan de pétrissage. Ja. Dat is het kneden meer. Ja. En dan denk ik toch dat je met vingers en duim doet. Dan komt die wat misschien met jou gebeurde, frictie. Dan ga je met die knokkels, ellebogen duwen. En dat is meestal gericht op de spierknopen. Maar misschien zit je nog bij de pétrissage meer. Hè, ja, ik heb wel eens ellebogen in me gehad. Ja. Waar was dat? Nee, dat is denk ik een keer in zo'n wellness resort geweest. Okay. Dat ze met ellebogen En als laatste de tapotement. Ja, slaan toch? Klapjes. Ja, trommelen, eigenlijk roffelen. Ja. En nou, daar gaan we het straks over hebben, want dat lijkt het meeste op wat een massagegun doet. En dat kan je natuurlijk met de vingers doen of met de zijkanten van je handen. En toch even voor de afbakening. Ja. In de titel hebben wij het over massage, maar we hebben het vandaag specifiek over massage in de context van sport, hè? Sportmassage. Ja. Of ja, niet? Gaan we doen. Nou dat maakt... Want ik weet, ik moet eraan denken, omdat je met Triggered Wellness... ik kom ook wel eens in een saunacomplex of in een vakantieresort, boek ook wel een massage. Maar dan moet je kiezen, hè? Ja. Tussen de relaxing en de hotstone en de sportmassage. Ja, oké. Dat is een harde variant. Ja. Maar kijk, dan maakt het wel lastig als ik straks wetenschappelijke studies ga besluiten. Want dat is vaak niet zo beschreven van, nou, hoeveel minuten dan dit, hoeveel minuten dat. Was de masseur in kwestie opgeleid volgens welke opleiding precies? Dus vandaar welk dat diploma? Zegt, om überhaupt studies te kunnen presenteren, moet ik het over massage hebben. Okay. Omdat ik, daarvoor weet ik te weinig van af. Misschien is er wel een standaard protocol sowieso, maar dat geloof ik niet. Dat is toch altijd een beetje op maat en op wat jij wil. Ja. Maar dus ik ben ook benieuwd. Maar verschillende technieken. Ja. Maar dat is dus binnen de massage zelf, hè? De vierhandtechniek eigenlijk, of technieken om die spieren te beroeren. En die inmiddels kun je ook, want dat gaat, kunnen straks misschien nog even kort. Wat er dan ook gebeurt is dat ze gewoon de foamrol tegenwoordig gaan vergelijken met... massage. Ja, daar hebben we al een hele aflevering over gemaakt. Ja, en dan zeg je, wat doet foamrollen precies? Waar zit dat in het stukje... Nou ja, de effecten die ze dan zien. Heeft dat te maken met het kneden met name? Of de frictie? Ik heb wel een beetje, Jurgen, wat kan mij het schelen? Maar jij wil heel, heel zuiver in de technieken zijn. Nou ja, juist omdat ik... er is ook een studie geweest recent en die heeft alleen maar naar het tapotement eigenlijk. Ik snap nu wat je doet. We gaan het natuurlijk dadelijk hebben over die gun en over die beenstukken. En dan moet je natuurlijk weten welke techniek die apparaten simuleren. Ja, oké. Dat is het idee. Nou, maar om te beginnen. Massage voor de sport. Prestatie. Ja. Is er onderzoek gedaan? Is best wel veel onderzoek. Is het goed onderzoek? Mwah, dat is een beetje lastig vanwege de slechte beschrijving. En de definities. De tijdsduren, welke proefpersonen ja of nee en wat er gemeten is. Maar goed, uit 2022, laten we daar maar eens mee beginnen. Hielden ze over een meta-analyse, 29 studies met 1012 proefpersonen. Nou. Ja, en eigenlijk eerste... Wat was de vraag? Geen bewijs dat massage de prestatie acuut verbetert. Hebben ze gekeken naar... Oké, hebben nu 800 masseurs en fysiotherapeuten hebben deze podcast uitgezet. Dus die hebben dan gekeken naar een maat van prestatie. Is hoeveel kracht iemand kan leveren voor en na massage. Hoe hoog hij of zij springt. Hoe snel hij sprint. En of zijn uithoudingsvermogen verbetert. Hier ga ik je onderbreken, want je raakt nu meteen aan iets. Ik zei al van tevoren, ik heb één groot vraagteken rondom dit onderwerp. Ja. Ik heb namelijk wel eens iets gehoord, en ik kan het niet goed genoeg navertellen, over de timing van massage. Mm-hmm. En bijvoorbeeld dat je niet vlak voor een wedstrijd je moet laten losmasseren, want je hebt op de wedstrijddag spierspanning. Detoneren heet dat toch? Je hebt tonus nodig op de spieren. Tonus heeft het hè? Dus als je en masseren is juist ontspannend, haalt de tonus eraf. En dan wil je niet vlak voor een race. Ja, ja. Dus als jij nu deze resultaten vertelt, denk ik meteen sprongkracht voor en na massage. Bedoel je dan een proefpersoon is aan het trainen, voegt wel of niet massage toe in zijn trainingsprogramma en meet over een langere tijd dan zijn sprongkracht? Of is het echt, ik meet sprongkracht, ik masseer en ik meet weer sprongkracht? Eigenlijk alles door elkaar heen, maar het gaat met name om... je hebt het al, waarvoor doe je het? Ja, jij zegt puur voor ontspanning. Maar er zijn ook mensen die zeggen om de spieren los te krijgen voor, als een soort warming-up. Oh. Nou, ja, dat is redelijk eigenlijk... daar kunnen we meteen zeggen... Niet doen. En dat is ook fysiologisch gezien, zeggen ze, want wat er gebeurt, je warmt met name je huid op en de oppervlakkige spieren. Ja. En een warming-up is er eigenlijk op gericht om het hele systeem aan te zetten. Ja. Ook hart, longen, bloedopgang, mitochondriën aan. En juist je dieper liggende spieren. Dus daarvoor is het eigenlijk een warming-up, zoals we kennen. En dan kunnen we binnenkort nooit iemand tegenkomen die een warming-up massage doet. Maar het gebeurt, begrijp. Nou ja, dus dat kunnen we. Warming-up staat ook nog op het lijstje om eens een keer als dieper op in te gaan. Ja. Okay. Het andere is natuurlijk waar het wel vaak wordt voor gebruikt, is herstel. Ja, herstel na inspanning. Ja. Dus waar je nu over eigenlijk op doelt is, ze hebben toch in deze studies veelal mensen een inspanning laten verrichten. Mm-hmm. En dan gekeken naar de een krijgt massage, de groep, de andere niet. Daar heb je het al, wat is je controle? Hè? Ja. Dat is met massage wel heel erg lastig om te zeggen, nou, we doen bij jou een nepmassage. Nee, je kan het niet dubbelblind testen. Je kan bijvoorbeeld bij een massagegun, dan doen ze wel eens, daar kan je het iets beter mee, want dan doe je een ultrasoundapparaat bijvoorbeeld. Maar dan kan je zeggen, ja, maar die heeft ook effect of juist niet. Dus daar zit al een lastig iets in. Op zich zou het wel interessant zijn, een groep wel massage, een groep niet massage. Ja. Wat doet het op sport? Nou ja, en dat is eigenlijk uit deze studies. Dus in de sportcontext hebben inspanning vaak verricht. En dan gekeken, wat doet het met sprongkracht, sprintsnelheid, duurvermogen en de laatste pure kracht, statische kracht. Nou, geen enkel verschil in de mate van herstel. Dus hoe snel, dus dat is even na die inspanning, is dat verminderd, deze parameters. Ja. En als je dan kijkt, en dat komt meestal na 2-3 dagen, is dat exact. En dat is meestal hoe het. Hier zitten ook al studies tussen, dan doen ze het acuut. Gewoon niet zozeer en dan kijk maar. Springen, masseren, springen en dan ook geen effect. Precies, Maar ze vinden natuurlijk, denken ze, dat is misschien is dat niet, is dat wel, heeft geen effect daar. Misschien andere parameters. Jawel, want er wordt een kleine verbetering gevonden. In ieder geval in je flexibiliteit. Okay. De range of motion. Lenigheid. Dus, en dat is eigenlijk wat jouw masseur, die is ook continu aan het kijken naar... dat was mijn fysiotherapeut Harm. Oh, dat was niet mijn masseur, wordt niet boos. Dus, maar die was continu aan het kijken, kijkt mijn schouderverlicht los. Ja. En hebben we natuurlijk ook een keer bij, denk ik, de aflevering over het foamrollen over gehad. Flexibiliteit, dat is... Ergens was ik daar wat kritisch op. Ja, van. Want wij hebben zelfs een hele aflevering gehad over lenigheid, waarbij de conclusie was, zeker als hardloper heb je eigenlijk helemaal geen belang bij meer lenigheid en range of motion. Maar toen kwam Guido ook, zei maar tenzij het je echt beperkt. Ja, en dat is natuurlijk dus ergens goed. Nou ja, dat is toch een maat die vaak wordt meegenomen door, nou, in ieder geval fysiotherapeuten en in bepaalde beroepsgroepen. Dus dat verbetert dan, een lichte verbetering wel met massage. Ja. En kijk je naar het gevoel van spierpijn, dan voelt dat toch een stukje minder. Zeker, joh. Ja. Maar daar hebben we natuurlijk al in aflevering 2 over herstel in gehad. Als ik na een marathon op die massagetafel lig en ik word daar even, alles wordt aangeraakt en losgeknepen en die masseur... Dat heb je een aantal keer gezegd. Zeg, nou, die spieren van jou, die staan er nog goed bij. Ik ben nu te twijfelen of dat echt zo was. Maar dat is natuurlijk enorm mentale opkikker. Ja, ja. En ik denk, nou, zoveel heb ik ook niet geleden. Ja, dus in principe, die studies worden veel gedaan. En dat is gewoon mensen vragen van een schaal van 0 tot 10. Nou, hoeveel spierpijn heb je? Ja. En dan zie je daadwerkelijk dat minder is in de dagen na afloop van de inspanning. Voor mensen die gemasseerd zijn. Ja. En dan of eenmalig gemasseerd of ook de dagen daarna. Dus herstel, daar lijkt zeker wat te zijn. Als je op zijn minst in de beleving. In de beleving, ja. Want er is nog een andere, recentere zelfs... review geweest die puur naar herstel heeft gekeken. Dan hebben ze ook gekeken naar bijvoorbeeld andere parameters van spierschade en herstellen van. Bijvoorbeeld, kijk weer naar het creatine kinase. Dus een parameter in het bloed, hè? Ja. En ook wat ze daar eigenlijk vinden, wat wel interessant is, ze hebben dan ook echt biopten genomen. Mm-hmm. Dus een stukje spier naar buiten gehaald om te bestuderen. En biopten, enzymen bepaald die bijvoorbeeld belangrijk zijn bij... Misschien de aanmaak van mitochondriën zelfs kwam ik tegen. Of enzymen die belangrijk zijn bij... de aanmaken energie vanuit zuurstof. Dus de verbranding. En dat vinden ze daadwerkelijk minimale... ze vinden verschillen. Ja. Alleen, dat komt niet terug in alle prestatieparameters zoals ik die net beschreef. Dus niet als jij daar gaat kijken van... Springt iemand dan ook... hoger daardoor. Loopt hij harder verder. Ja, dus gelukkig. Hè? Als je gewoon fysiologisch in die spieren gaat kijken... dan doet massage wel degelijk iets. Ja, natuurlijk. Je bent ook een half uur daar de boel aan het beroeren. Precies. Logisch. Ja. Maar het vertaalt zich, althans tot nu toe... nog niet in echte sportprestaties. Nee. Tenzij je kijkt bij een hersteltijd van onder de 10 minuten. Dus wat bedoel je daarmee? Nou, je hebt die inspanning verricht. Ja, je doet meteen die massage. En na 10 minuten ga jij dan je sprongkrachten kijken. Ten opzichte van iemand die die massage niet heeft gehad. Ja. Dat is na 9 minuten. En dan blijkt hij net iets hoger te springen. Toch? Ja. Dus wel, alleen, rare experiment, als je dan een half uur later kijkt, maakt het niet meer uit. Dus een heel kort effect. Ja, mooi hè? Dus, ja, dat weet ik niet. Heb je niks aan, toch? Ja, dat zou je bij een voetballer in de rust wellicht. Ja, ja. Net even voordat hij weer het veld op gaat. Hè? Ja. Of iemand met kramp of tegen kramp, die kan je dus even losmasseren en dan kan die weer. Ja, ja, ja. Maar wat ik ook wel interessant toch wel weer vond, dan zeiden ze, ja, er is een tendency, dus dat dan nog niet significant. Maar terwijl ze toch best wel veel studies bekeken hebben, dat kortere massages van 5 tot 12 minuten iets meer effect hebben op dat herstel dan, op die parameters, dan langere massage. Hoezo? Ja, en dat zou dan weer denken, dus je moet, ja, een hele korte massage, prima, maar als je te lang dit gaat doen, dan heb je er echt niks meer aan. Dus ja, maar leggen ze dit uit? Nee, leggen ze niet uit. Het is gewoon sinds in data. Studies op een hoop gooien, waarbij mensen natuurlijk, ja, in die studies verschillende duren van massages zijn toegepast. Vind je, nou ja. Kijk, ik zit hier met de vooronderstelling. Zo gaat die meta-analyse. Ik ben niet helemaal neutraal, maar ik zit hier met de vooronderstelling dat volgens mij effect van massage vooral in het koppie zit. Hè? Prettig, actief bezig met herstel. Ja. Ik doe iets om mijn herstel te bevorderen. Als je opeens tegen mij zegt, ja, ik doe dit normaal een half uur, maar we doen het nu 12 minuten, want het is beter. Voelt voor mij aan. Ja, oké, maar dat is meer dat in de studies die uitgevoerd zijn, ja, mensen hebben gekozen voor verschillende protocollen. Ja, ja. En dat is, kijk, voor een sportmasseur die een heel voetbalteam moet doen, is wel handig om te weten dat het in 12 minuten ook goed genoeg is. En het andere is dan ook die tendency dat getrainde minder, dat daar helemaal geen effect wordt gezien. En tussen ongetrainde, meer en minder getraind. Ja, dus ongetrainde lijken wel. Als je dan een beetje baat hebt bij en kijkt van hoe is je gevoel van spierpijn, hoe is die sprongkracht binnen die 10 minuten. Ja. Nou, dan vind je dat met name bij de ongetrainde. Huh? Meer dan de getrainde. Okay. Dan kun je natuurlijk denken, ja, die getrainden die doen al vaak een massage misschien, of die zijn het gewend, of noem maar op. Ja, nou ja, goed. Ja, of die spieren zijn gewoon beter getraind en ontwikkeld. Dat wordt verder niet op ingegaan. Dan zitten we te filosoferen. Oké. Dus is dit alle wetenschap? Is er nog meer wetenschap? Is dit alle wetenschap? Want de eerste wetenschappelijke conclusie lijkt dan geen zichtbaar effect op sportprestatie. Wel effect op de beleefde mate en effect van herstel. Ja, spierpijn met name. Nou, ook als jij het hebt over ontspanning. Dan zijn er daadwerkelijk studies die laten zien dat je cortisolspiegels omlaag gaan naar massage. Door massage. Ja, cortisol is een stress. We gaan nu ook waarom jij niet het onderscheid wil maken tussen sportmassage en relaxerende massage. Want anders kon je dit niet bereiken. Maar goed, dat kan je ook waarschijnlijk bereiken op andere manieren. Misschien meditatie. Tuurlijk. Noem maar op. Maar, dus ook, jij bent natuurlijk een fan van HRV. Die gaat omhoog. Een goed teken is. Wat goed is, ja. Dus het lijkt erop dat je parasympathicus, dus die autonome zenuwstelselbaan die zegt herstellen, dat die geactiveerd wordt meer. Ja, voor je dit wat te snel gaat, verwijs ik je graag naar onze specifieke aflevering over de HRV als magische voorspeller. Zie je dan ook een beetje terug in een iets lagere bloeddruk en een lagere hartslag. Maar dat zijn natuurlijk nogal goede effecten, toch? Ja, zeker. Komen we weer op dat domein, vaker in de podcast komen we dat tegen. Kijken we specifiek alleen maar naar sportprestatie of kijken we naar algemeen welzijn en gezondheid? Ja. Dus wat je nu eigenlijk op tafel legt, is is wat degelijk wetenschappelijk aangetoond dat massage een positief effect op in ieder geval welzijn en misschien wel gezondheid kan hebben. Alleen dan, als uit een wetenschappelijk oogpunt wordt dan wel gezegd, we weten niet wat het nou precies is. Is het de massage zelf? Is het de masseur? Ja. Bijvoorbeeld, of is het puur de aandacht van een persoon in deze? Dat kun je natuurlijk niet weghalen. Nee. Behalve, kijk nog maar even naar het zwarte koffertje. Ja. Dan zou je maar er zijn ook weer 100 dingen verschillend. Ja. Maar ik wou zeggen, je zou dan bij een gun of een beencompressiezak zou je dan niet dat soort effecten moeten zien. Maar dat kan niet, want er zijn wel 100 dingen anders bij die twee. Ja, dat maakt het ook lastig. Ja. Nee, maar goed. Eigenlijk denk dat Ja, nou ja, wij zijn wel fan op zich van om naar de massage te gaan. Maar je hebt ook mensen die zeggen... wij, jij en ik. Ja. Alhoewel, aan de andere kant kun je ook mensen denken... ja, nou, kost me tijd, energie, geld. Kost me vooral veel geld. Ja. Hè? Dat is ook de reden waarom ik het me niet veroorloof. Kan ik het niet op andere manieren doen? Lees met een foamrol of met een gun. Ja. Of een hele dure broek waar we het straks over gaan hebben... die je dan aan kan trekken, wat een vraag was van... Ja, we hebben Wouter Starre, stuurde ons een bericht. Die zei, ik hoorde in een andere podcast... hij specifieert niet welke... iemand enthousiast over een massagegun voor hardlopers. Denk even op Google, zijn er wel verschillende. Hebben jullie dit wel eens onderzocht? Jij hebt een foto geappt gekregen van Martin Breedijk... Ja. Op weg terug van de Challenge Road... die triatleten met een massagegun in de auto ziet zitten... En ook Erik Brink vroeg ons specifiek naar de Compri Recovery van bijvoorbeeld Herzog. Maar dat zie ik wel meer. En dat zijn van die grote zwarte soort gips dingen waar je dan met je benen in gaat zitten. Die heb ik een keertje gehad. Ja. Hoe was dat? Ik kwam er mee in aanraking. Nou, Dion Beukenboom deed dat in ieder geval in Mexico. Ja. Dat was voor de eerste keer dat ik het zag. En ik had een keer zo'n perstripje. Als ik dat vaker heb op Tenerife. Ja. Toen kreeg ik ook eerst een massage en daarna mocht ik in zo'n ding. Ja. Het was heerlijk. Ik moet zeggen, ik zie het ook op foto's van een zekere triathlonorganisator in Nederland... die meerdere triathlons organiseert. Die is volgens mij partner met zo'n club. En dan wordt ook iedereen daar in die dingen gelegd. Als ik het al zie, ik geloof er geen s'nachts van. Nee, ja, nou ja, dat het helpt naar. Goed. Ik vind het er ook uitzien als telcelachtige apparaten. Zo'n massagegun trouwens ook. Ze zijn duur ook nog, volgens mij, waar Erik... maar het gaat niet om wat ik vind in deze podcast. Nee, goed, is hier wat betreft iets over te zeggen. De intermittent pneumatic compression, de IPC. Dat zijn die zwarte benen, hè? Ja. Daar hebben zij vergeleken met manuele therapie. En dat noem ik toch maar de sportmassage eigenlijk. In ieder geval iets met de handen. Ja. Bij 56 ultrarunners. Nou, die hebben meestal wel heel wat te herstellen. Hè, en spierschade. En vergeleken met een controlegroep die dus niks aan een herstel kreeg aangeboden. Heb ze gekeken weer naar die marker voor spierschade, de creatine kinase. Plus zij hebben op verschillende tijden na die ultramarathon, niet een volledige opnieuw een uitputting loop laten doen, maar gewoon 400 metertjes en dan gekeken, de tijd. Ja, hoe goed kan je dit? Hoe is je prestatie? Die neemt de dag daarna is die natuurlijk minder na een ultraloop. Maar die herstelt. Hebben ze tot 2 weken na die ultrarace, vervolgd. Mooie proef. En zeker. Ja, zij vonden geen effecten op deze parameters eigenlijk. Maar nog één keer, 3 groepen, hè? Ja. Dus 1 met die massagebeenzakken. Ja. 1 met gewoon massage van de masseur. En 1 met helemaal niks. Ja. En jouw eerste antwoord is vonden ze geen verschil. Dus in... die 400 meter tijd of in plasma of de bloedwaarde van het creatine kinase, want enzym, de spierschade. Hebben wel gevraagd, en hoe is het gevoel van spierpijn? Ja, en dat was een stukje beter, wat minder in ieder geval, in de dagen na die ultra. Bij welke van de 3 groepen? Ja, vul zelf maar in. Bij degene die en de massage kregen was het, en ook bij degene... Ook bij die beenzakken. Ja, dus ook voor die beenzakken geldt, de beleving van spierpijn en last is minder. Ja. Dus dan komt het toch neer op aflevering 2. Alles wat jou het idee geeft dat je goed bezig bent met je herstel, helpt jou bij je herstel. Subjectief. Ja, precies. Ja. Maar het echte herstel wat zich uit in... Fysiologisch hebben ze dat hier niet kunnen aantonen. Nee. Zowel niet in prestatie als in bloedwaardes. Ja. Nee, kijk, dan zou je eigenlijk die studies moeten doen die Cas Fuchs doet ook bijvoorbeeld. Hè, linkerbeen, rechterbeen. Ja, en dan, zelfs dat gebeurt soms met biopten. Een beetje sporadisch. Op die manier kijken van, wat gebeurt er eigenlijk op spierniveau echt? Ook qua inbouw van eiwitten of aminozuren richting spiereiwit. Ja, zover blijft het. Het blijft toch altijd een beetje hangen in prestatiematen zoals sprongkracht en absolute spierkracht en het gevoel. Ja. Valt mij op dat we de naam Cas Fuchs van de Universiteit van Maastricht wel vaak valt in deze podcast. Op een dag gaan we niet meer zoomen met Vroemen, maar gaan we, wat is het? Callen met Cas. Die kan een hele carrière maken, denk ik, in hersteltherapieën en shout-out naar Cas Fuchs. Maar die andere. Dus die zakken, als jij je er goed bij voelt, moet vooral moet doen. En ja. Of je de €1000, want dat is wat ze kosten, zie ik. Of je de €1000 aan uit wil geven, I don't know. Ik niet. Maar goed, laten we maar eens even over de massagegun. Ja. Dat heb ik even opgezocht. In 1950 namelijk geïntroduceerd door Robert Fulford. En die noemde hem... de Percussion Vibrator. De Percussion Vibrator. Ja. En nu komen we terug bij het begin van de aflevering. De 4 verschillende technieken. En ik heb wel... maak altijd goede sier mee bij mijn vrouw. Maar ik zal nu bekennen, Joël luistert toch niet naar deze podcast. Ik heb wel eens tegen haar gezegd, ja, ik heb een cursus massage gehad. Dus dan wordt me, nou, je hebt ook een cursus massage gehad. Wat kan je dit goed? Ik heb ooit 1 avond een workshop gekregen. Maar daar werden inderdaad deze 4 technieken in deze volgorde ook uitgelegd. Ja. Dat je dat in deze volgorde oppakt. En wat zij zeggen, dit is eigenlijk een goede vervanger of een alternatief voor de percussietechniek of de tapotement. Maar waarom ik dat zeg is, in die workshop leerde ik al, massage bestaat uit 4 onderdelen. En het heeft alleen maar zin om te gaan tapotementen als je die andere ook gedaan hebt natuurlijk. Nou ja, goed. Dat, lijkt me een beperking van de massagegun. Slaan ze dit gewoon over en meteen beginnen. Ja. Ja, kijk, je hebt natuurlijk wel verschillende standen en dieptes, of in ieder geval amplitude kun je dat... Ja, maar even, we pakken hem uit. Ja, we zijn aan... ik kan onze luisteraars beschrijven. Kijk eens op YouTube. Er ligt hier een zwarte koffer. Die gaat open. Het ziet eruit als een soort... Nou ja, hoe je ook wel... Feun? Ja, dat pistool ziet eruit als een feun. Die koffer ziet eruit als je een soort accuboorset hebt, weet je wel. Met allemaal elementjes en dingetjes in de koffer. Opzetstukken. Ja. Een stekker. Moet ik hem aan de stroom hangen al? Hij heeft accu. Ja. Oké. Opzetstukken. Ik doe deze, denk ik, voor je. Die zal jouw microfoon ligt op je schoot, hè? Hoor. Deze had Martin ook op zijn foto staan. Dus ik zet een beetje de microfoonbol erop, zeg maar. Ja, je hebt een bal ongeveer de grootte van een grote squashbal, zou ik zeggen, hè, denk ik. Kleiner dan een tennisbal, groter dan een squashbal. Er zitten wat programma's op. Ik zet hem in programma 2. Dan gaat hij wat sneller, wat hogere frequentie. En dan ga ik hem aandoen voor je. Dan loop ik nu naar je toe. Kijken kijk eens hoe ver je komt met je microfoon. En dan zet hem op die microfoon bij dat ding, dan horen we dat ook. Ja, leuk geluid. Je staat nu wel met je kont voor de camera, dus Sander ziet niks meer. Oh, pas op voor je mic. Oh, die gaat niet goed. Je moet die even uit je benen halen. Kom hier, geef mij dat ding. Of kan ik het niet zelf? Jij mag het zelf doen. Lekker, een soort vibrator. Ik krijg hele andere ideeën. Ja, een percussion vibrator. En nu, op mijn bovenbeen zetten. Ah, gadverdamme. Dus hij gaat ook steeds in het programma wat sneller, volgens mij. Moet ik hem bewegen? Volgens mij, die handleiding, dat staat op zich niet in de handleiding. Je moet, een minuutje zal genoeg moeten zijn. Je moet hem niet op botten plaatsen, heb ik gelezen. En, ik zet hem nu dus op de bovenkant van mijn bovenbeen. Ja. Ik zie hier allemaal waarden. 17, 10, 10. Wat staat hier op 18? Dat is het programma die net even de frequentie omhoog gooit eigenlijk. Die automatisch van 7 naar 8 naar 9 naar 10. Weet je waar me dit heel erg aan doet denken? Daarom heb ik er zo'n telcelgevoel bij. Weet je nog? Daar heb ik in mijn studententijd op brakke avonden en ochtenden wel liggen kijken. Want er was er niks anders in de jaren 0. Had je toch ook van die trilplaten? Ja. Moest je ook op gaan staan en dan ging je afvallen. Dat doet het me erg aan denken. Ja. Niet dat we dat ooit besteld hebben. Maar hoe vind je het? Nou, minder awkward dan ik had verwacht. Ah, fijn. Vind je het fijn eigenlijk? Ik vind überhaupt het zitten dat ik bij mezelf zo'n apparaat aan het toedienen ben, vind ik in de basis niet een heel fijn concept. Maar ik moet zeggen, het voelt niet onaardig in mijn bovenbeen. En vooral als jij zelf met een foamrol aan de slag zou moeten. Een foamrol is pijnlijk. Dit is niet pijnlijk. En dat is anders. Ja. Oké. Maar dan moet je echt nog wel zelf iets doen. In dit geval hoef je alleen maar dat apparaat. Het is ook lui, wil je zeggen. Ja. Nou ja, zo kan je je hele lijf gaan doen, Gerrit. Ja, nou, maar hoe lang dan? Ja. Ik doe even naar het linkerbeen. Het begint, als je hem de eerste keer opzet, is het even kietelen, hè? Ja. Jurgen, wat is het protocol voor zo'n ding? Weet ik niet. Oh. Er staat ook niet bij de handleiding echt heel duidelijk. Er staat... dus dat is eigenlijk een goede vraag voor de luisteraar. Denk ik, welke... Als ze die gebruiken, welke stand? Ik zag bij Martin namelijk op die foto, dan zie je echt een hele kring Ja, die foto's zullen we erbij zetten op de website. Ga kijken op onze website www.slimmer-podcast.nl. Vind je van iedere aflevering een pagina. Een soort drillpudding idee van die bovenbeenspier. Ja, af en toe heb ik hem hier ook al, Jurgen. Ik denk als je dan een foto maakt, dat je die rimpeling wel ziet. Ja. Want ik zie wel af en toe een soort resonantie in die spier. Maar kijk nu bijvoorbeeld. Ik denk als jij nu een high-speed foto maakt, dat je het gaat zien. Of de frequentie is gewoon... Oké, maar ja, dus het is eigenlijk vergelijkbaar met de tapotement of de percussie techniek. Waarbij je normaliter een masseur doet dat dan met zijn vingers of met de zijkant van zijn hand. Ik voel, als het zo'n tijdje erop zit, ik voel een bepaalde vermoeidheid in mijn spier. Oh, nou, en is dat alsof fijn of niet? Ja. Een soort he-he-gevoel, weet je wel? Een he-he-gevoel. Misschien is dat wel ontspanning. Ja. Maar even, en dan kom ik dus terug dat ik nu mezelf met een of ander zwart pistool zit te beroeren. Ga je toch veel liever naar een masseur toe? Die dat gewoon voor jou doet en een leuk praatje maakt. En hoe is het nou met je? Ja, ik heb eens even op internet gekeken. Deze dingen zijn te koop tussen de 50 en 150 euro. Aha. Nee, oké. Okay. Ik heb hem even geleend. Dus van een triathlon... een clubgenoot. Marieke bij deze. Dankjewel. Oh ja. Dankjewel, Marieke. Moet wel zeggen, jij deed die oproep bij ons in de club. Het viel mij op dat er bij veel mensen ongebruikte massageguns in de kast liggen. Ja, ja, we doen er niet zoveel mee. Dus, dat is dan ook weer een vraag. Ja. Waarom gaan dan mensen, als ze hem gekocht hebben, toch stoppen met het gebruik? Ja. Nou, maar nogmaals... Kan je hem ook op je kuiten doen? Ja, zeker. Met frequenties en met amplitude kan jij wel wat spelen. En dan kun je... Want ik wou even die tapotement, vind ik toch even belangrijk te melden. Dat mensen zeggen, ja, hallo, maar de ene tapotement is de andere niet. Je hebt namelijk ook daar weer verschillende technieken. Ja. Namelijk het... Sander, is dit irritant qua geluid? Want dan zet ik hem even uit. Ja? Nou, dan stop ik er even mee, want we hebben ook luisteraars om aan te denken. 5 technieken. Beating. Dat doe je eigenlijk met gesloten vuisten. Even heel kort. Ja. Ik was je even kwijt, maar je bent over de tapotement slapping. Ja. Gebruik je vingers. Een beetje licht slaan. Hè? Is dit nu hacking, dat is de zijkant van je hand. Beginnerscursus massage. Tapping, dan doe je alleen met je vingertoppen. Ja. En cupping, dan maak je eigenlijk een kopje van je hand. En dan een... Nou ja, dat zijn dus... Ja, en dan zou dit dat weten? Helemaal moeten vervangen. Omdat dat allemaal onderdeel is van de percussion of de percussive therapy. Jurgen, komt zo'n ding diep genoeg? Zo'n massagegun heb ik het nu over. Ja, maar nou, ik denk met het tapotement dat je nooit heel diep komt. Want dat is heel licht. Oké, maar dan zeg je dus eigenlijk al... De vraag is of zo'n gun een echt goede massage van een masseur kan vervangen. Want die komt wel diep. Ja, want die doet vaak frictie inderdaad. Ja. Die gaan met die ellebogen of kneden. Ja. Dus dat is een oprecht goede vraag van jou, Gerrit. Dus waar gebruik je hem voor? Hè? Misschien wil je alleen je oppervlakkige spieren... of wil je je huid een beetje opwarmen... of gaat het om het gevoel van bezig zijn? Dat zijn allemaal goede punten hier. Maar... Wat mij betreft zit het grootste probleem, en dat heb ik wel met meer van dit soort van indirecte trainingsmethodes of dit soort aanpassingen. En terwijl ik het argument wil gaan maken, denk ik, oh nee, dus een non-argument, ik kan mezelf ontkrachten. Maar ik wil toch even afmaken. Ik ben lekker gaan trainen in de bossen. Ja. Ik heb 1,5 uur, 2 uur, een stukje Devil's Trail parcours gelopen. Dan kom ik thuis, dan zeg ik, fijn dat je er weer bent. Dan zeg ik, nee, ga nu even 20 minuten met deze takkenherrie op de banken van mijn kamer zitten. Ik zie het niet zitten. Zo gaat het leven niet. Bij de tv of had je dan toch... In plaats van op je telefoon te kijken, dan hou je dit ding vast. Dat is ook een nadeel, ja. Als je rechts ding hebt, kun je je telefoon niet vast sluit. Eigenlijk moet je telefoon kunnen erin kunnen sliden, dat je dat gewoon kan kijken. Doen of zo. Nee, ja, ik twijfel. Laten wij gaan zoomen met Vroemer om eens te vragen of zijn atleten, of ik de uitzondering ben in zijn atleten die weinig masseert, of dat ze allemaal aan de gun zitten. Ja. Ik hoop dat hij wat antwoorden heeft kunnen verzamelen. Ik nog wel goed te melden van... er zijn best wel wat studies gedaan... meer met vibration... ouderwets, waarbij ze een been gewoon op een trilplaat leggen en zo. Ja. Nou ja, je raadt hem al, geen verschil gevonden. Nee. Toch kwam ik recent... dit jaar verschenen een studie... maar die is buiten de sportcontext... dat wil ik wel even vermelden... waarbij ze de massagegun vergeleken hebben met... ja, een behandeling met een ultrasoon waarbij ze de ultrasoon uitzetten, met name. Oh ja. Ultrasoon is een apparaat wat een fysiotherapeut vaak gebruikt. Ja. Moet ook een soort diepe spierstimulatie opwekken. Ja, hoog door middel van geluid. Precies. Ja. En daar hebben ze gewoon gekeken naar mensen die lichte pijnklachten hadden, waaronder buschauffeurs, et cetera. Random voorbeeld. Ja, nou ja, daar werd expliciet. En die hebben ze, vonden ze daadwerkelijk dat er, gek genoeg, want het past niet in het beeld wat we hebben, tenzij, kan het nog wel verklaren. Vertel eerst even wat ze vonden. Dat ze, na een week, dat ze iets minder pijn ervoeren, maar dan moet je wel elke dag in ieder geval dit een x-aantal minuten doen. Oké, dus ze hadden een groep, die gaven ze elke dag de massagegun, en ze gaven een groep, die gaven ze elke dag placebo, ultrasoon. Ja. Dus die zeiden, ga maar ultrasonen, maar stond niet aan. Ja, en dus leek het de pijnklachten iets minder te worden. Het andere is, ze maten ook bij bepaalde groepen de prestatie middels de sprongkracht of de spierkracht. En die en werd dus... Het zijn buschauffeurs, dus buitensport. Ja, precies. Ja? En dus die had een lelijke generalisering, alsof buschauffeurs niet sporten. Ja, het stond gewoon in die studie. Goed. Met daarbij even de vermelding, die hebben niet van tevoren gesport of noem maar op. Maar ze zagen wel acute verbetering, dus in een aantal van die parameters. Dus wel in spierkracht. Ja. Nu verklaar ik dat misschien dat dus dan hun pijnlijke gevoel een beetje in de weg zat of noem maar op. Nee, ik heb eerder in deze aflevering al lang de verklaring gehoord. De ongetrainde. Precies. Ja, en binnen 10 minuten. Precies. Ja. Dus dat is helemaal wetenschappelijk consistent. Jij hebt heel goed opgelet, Gerrit. Jazeker, ik zit hier wel te luisteren. Dus ben je buschauffeur of niet? Heb je een zittend beroep last van lichte pijnklachten? Dan zeg je, dan zou zo'n gun kunnen helpen. Is het natuurlijk 100 of 150 euro desnoods voor zo'n gun natuurlijk wel een stukje goedkoper dan... dat heb je in een stuk of 3-4 massagebehandelingen terugverdiend. Ja, tenzij je natuurlijk zegt, ik mis wel de andere 3 belangrijke technieken. Ja. Waar we het over... Mocht er nog een leuke sportmasseur in de omgeving van de Utrechtse Heuvelrug luisteren, ik ben in de markt. Bel maar even. Wij zijn ook in de markt voor een stukje steun. Als je denkt, ik luister graag naar de Slimmer Presteren Podcast. Ik ervaar hier waarde in. Al dan niet omdat ik nu argumenten heb om naar de masseur te gaan. Al dan niet omdat je nu met meer plezier gaat trailrunnen of any van de andere onderwerpen. Overweeg dan eens om ons te steunen door middel van Vriend van de Show. Ga naar de website vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast. En daar kun je ons een kop koffie in de maand doneren. Of liever nog 11 kopjes koffie per jaar. Als je in één keer afsluit, dan betaal jij 1 kopje koffie minder. En dan betalen wij maar 1 keer transactiekosten. Onder andere Gunther Segers deed dat onlangs. Meteen voor het hele jaar. En Pietje Puk Wageningen. Dit is grappig. Dit is iemand die zal een beroep hebben waarbij die niet graag online gevonden wordt. Want ik werd ook op Strava gevolgd door Pietje Puk. Ah. Dan dacht ik, wat is dit voor spam? Maar toen later kwam ik erachter, dit is wel echt iemand. Okay. Welkom, Pietje Puk. Hou het nu maar even bij. Ik weet wie het is inmiddels. Siebe deed het ook. En ook, dit vind ik wel leuk, is inmiddels de 2e of de 3e vriend van de show die dat doet. Je kan daar natuurlijk namen invullen wie je wil. En Carlo dacht, als ik dan toch een shout-out krijg in die podcast, beetje reclame. De naam die vriend van de show is geworden is Carlo. k-fitness.nl met een streepje ertussen, k-fitness.nl Laperen. Laperen zal dan zijn achternaam zijn, denk ik. Ja. Dus, wil jij ook eens een keer genoemd worden in deze podcast, heb je veel plezier van de Slimmer Presteren Podcast, surf naar vriendvandeshow.nl/slimmerpodcast en doneer. Met die shout-out gaan we maar eens naar onze grootste vriend van de show, Guido Vroemer. We gaan zoomen. Guido, goedemorgen. Goedemorgen, Guido. Goedemorgen. Wat zei jij nou? Goedemorgen, Guido. Nee, jij zei Guido. Ik heb je eindelijk. Ja, wanneer heeft hij hem door? Ja. Hij heel goed. Guido. Dat komt natuurlijk, Guido, omdat we het al de hele aflevering over massage hebben. Die zachte G zit er goed in. Een hoop Franse termen daarbij. Tapetage. Ja. Ja. Wij begonnen de aflevering met een persoonlijke vraag. Dat stellen we ook mee van jou, Guido. Zeg, wanneer ging jij voor het laatst naar de masseur? Ik denk Goh, 20 jaar geleden. Echt? Ach, jeetje. Ja, maar toen deed ik nog wedstrijdjes. Ja. Maar heb je er hekel aan of zo? Nou, maar waarom zou ik dat niet gaan doen als ik geen wedstrijden heb of zo? Ik denk, ik heb de tijd en dan herstelt het wel. Hè. Heb je een massagegun? Nee, ook niet. Nee. Hij heeft de tijd. Dus ja. Maar hier zit toch stiekem al een eerste hint verpakt. Want jij zegt dus, ik heb de tijd, dus ik herstel wel en ik doe niet aan wedstrijden. Als ik die twee dingen omdraai, dus iemand die aan wedstrijdsport doet en veel wedstrijden doet, daarvan zeg je al, massage, relevant en interessant. Kan helpen. Ja. Hoe zit dat dan bij jouw atleten? Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja, ik heb die vraag natuurlijk weer uitgezet. En nou, er was iets minder respons. Ongeveer de helft heeft nog niet gereageerd. Misschien nou, wel dan bij de kersensap onlangs, bedoel jij? Ja, ja, die kersensap was wat interessanter voor ze, denk ik. En hier misschien werd er iets minder op gereageerd. Maar er waren niet heel veel die daar regelmatig gebruik van maken. Viel het je tegen? Ja, tegen. Ik zeg daar zelf ook altijd van. Als je dat zelf prettig vindt, hè, dan moet je dat zeker gewoon inplannen en laten doen steeds. Ja. Heb je zelf het idee van, ik heb daar niet echt een heel goed gevoel bij, of ik vind het niet zo heel lekker, ja, dan moet je dat ook niet doen. Hè. Nee. Het is niet zo dat als je het niet doet, dat je dan slechter gaat presteren, slechter gaat herstellen. Het kan je helpen. Ja. Maar heel gek is het niet, want jij stuurde een artikel mee, weet ik, van een atleet die hier naast me zit. Wow. En dat was een onderzoekje bij triatleten geweest. Ja. Ik ken de cijfers niet aan mijn hoofd, want ik kreeg die mail niet natuurlijk. Maar hoeveel... En dan moet je bij mij komen trainen. Het ging om herstelmethoden. Is dit een uitnodiging, Jurgen? Die door triatleten werd gebruikt, hè? Ja, van allerlei gear, hè? Van allerlei materialen en strategieën die triatleten gebruiken. Mm-hmm. En dan hadden ze volgens mij in een vragenformulier allemaal gevraagd aan een stuk of 300 triatleten. Ja. En massage stond echt in het rijtje wel. Ja. Ja. Ja, dat was er ook in, ja. Maar ja, daar komt ook niet uit dat iedereen doet, hè. Sommigen doen dat wel, sommigen doen dat niet. En sommigen hebben dat makkelijk ter beschikking. Misschien heeft een partner die dat heel makkelijk kan. De anderen vinden dat eigenlijk helemaal niet zo prettig. Die krijgen er van die lome benen van. Ja, het is ook heel subjectief vaak. Ja. Hè? Van de atleten die jou geantwoord hebben en die ja zeiden, hebben die erbij gezet waarom die dat deden? Of kun jij meteen herkennen dat je zegt, ja, maar dat zijn een van mijn toppers of profsporters. Logisch dat die dat doen. Ja, daar zit natuurlijk wel... Er zit wel een trend in van hoe hoger je in de rangorde staat, in de... bij de toppers zit, hoe eerder dit wordt toegepast. Aha, maar niet elke week. En ik weet ook van als je bijvoorbeeld in het wielrennen zit, of mountainbiken, daar is het gewoon wat meer ingeburgerd. Ja. Soigneurs, hè? Dat is zeker in het profwielrennen, ja, daar gaan altijd soigneurs mee. En dan is het elke dag gewoon de benen masseren. Ja, wordt niet eens een vraag bijgesteld, toch? Na afloop denk ik aan, hè, van de etappe. Ja. En niet de ochtend zelf, denk ik, toch? Nee. Want, dan breng ik meteen een leuk bruggetje naar Abdi. Onze Abdi, die dit keer met ballon... Even iets meer insight voor de niet-hardlopers. Abdi Nageeye, marathonloper. Onze Nederlandse hoop in bange dagen op de marathon. Die de ene topmarathon altijd weet af te wisselen met eentje waar het heel slecht gaat, waar die uitstapt. Nou, in de WK in Budapest 2023 stapte die uit. Ballonnenbenen had hij. En als mogelijke verklaring was, ja, ik heb de avond ervoor had ik een beetje stijve, stramme benen. En ik heb een massage genomen. En hoezo, die massage was prima verder, maar misschien had ik die dan toch niet moeten doen. Hoe kijk jij daarnaar? Van, moet je ook uitkijken soms, in ieder geval een hardloper of misschien een wielrenner met een te harde massage wellicht als die een dag voor een wedstrijd is? Ja, kijk, je moet nooit dingen uitproberen een dag voor de wedstrijd of laat staan. Ja, doe geen experimenten. Ja. Ja, dat zeggen we altijd. Hè? Ja. Dat, met alles, met nieuwe materialen, voeding, noem het allemaal maar op. Test dat eerst gewoon een keer uit en kijk hoe je lichaam erop reageert. Nou, dat is denk ik hier niet anders. Hè? Nee. Ja. En je hebt natuurlijk heel veel verschillende vormen van massage. Echt een stevige massage, dan denk je, oh man, dit helpt me wel zeg maar om mijn spieren en kapsel en bindweefsel los te krijgen, maar echt niet lekker. En soms is het ook een beetje zo, poetsen, wrijven. Okay. Lekker poetsen. Maar dan heeft het ook, ontspanning. Ja. 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 Maar ik refereerde iets eerder aan in de aflevering ook, hè, dat toneren, tonus, detoneren, oftewel die spieren op spanning brengen of houden. Is het een algemeen advies om niet de dag voor de wedstrijd te masseren of herken je dat niet? Ja, ook hier zeg ik wel weer van, dat is hoe je daar zelf... Oh. Want wielrenners doen het dus standaard eigenlijk. Als ze een meerdaagse hebben. Kijk, op trainingsstages en kampen, dan worden ze niet elke dag. Maar dan heb je zo'n systeem om de dag. Want anders is het niet te doen voor die soigneurs. Ja. Maar ja, dat is dan altijd 's avonds. En de volgende dag wordt er weer gereden. Hè? Dus daar gebeurt het ook bij. Maar toniseren. Kijk, daar komt die massagegun om de hoek kijken. Hè? Mm-hmm. Vertel. Want ik denk dat die daar wel goed voor werkt. Hè? Dat was ook een van de opmerkingen bij een van mijn atleten. Zo'n massagegun wordt niet echt, niet heel vaak gebruikt. Hè? Want het kan niet echt een masseur of zo vervangen. Maar om te toniseren, daar werkt het wel prima bij. En wil je dan toch even toelichten wat jij precies bedoelt met het woord toniseren? Spanning op je spieren brengen. Hè? Dus als je een beetje, zeg maar... als je met zo'n massage kunt... dat zijn eigenlijk van die stoten de hele tijd erop. Hè? Dat geeft een soort prikkeling aan die spieren... waardoor je ook meer spanning erop krijgt. Tonus heet dat dan. Een soort basisspanning. Ja, het is hetzelfde wat je eigenlijk... ziet doen als 100 meter sprint, dan gaan mensen kort van tevoren even springen om even spanning op die benen te zetten en erop slaan, op de benen, bovenbenen slaan, op de billen slaan, om wat spanning eigenlijk daardoor proberen te creëren. Ja. Dat is het toniseren eigenlijk. En daar zou dus zo'n gun best bij kunnen helpen, ja. En dus ook geen algemeen advies, nooit een dag voor de wedstrijd masseren. Zie je, na de wedstrijd hebben we het over gehad. We hebben het gehad over de nuance dat het niet wetenschappelijk aantoonbaar prestatiebevorderend is, wel ontspanningsbevorderend. Gezondheidseffecten worden wel gerapporteerd. Kortom, ik kreeg nog wel aanvulling van naast de gewone massage en de massagegun wordt er ook wel eens vaak nog gebruik gemaakt van die boots. Die compressie die hebben we ook besproken. Ja. Kon Jurgen geen wetenschap van vinden dat dat iets zou doen? Die studie bij de ultralopers in ieder geval... die laat zien dat het niet... geen meerwaarde. Maar ook daar heb je ervan... sommigen vinden dat heel prettig om daar hun benen in te stoppen... en dan daar een soort compressieprogrammaatje op los te laten. Nou, dat ligt natuurlijk... je gaat gewoon op de bank liggen, je trekt die boots aan... en zet het programmaatje aan en ze... Meestal gaan de meesten een filmpje kijken. Kijk, en dan heb je het alweer. Dan borg je dus in ieder geval dat je even een half uur of hoe lang je dat programma ook maar aanzet. Even echt ontspant en stil ligt en niks anders doet. Ja. Exact. Je hoeft niks te doen behalve even dat programmaatje aan te zetten. Je kan ook tegen je omgeving zeggen, hè? Tegen vrouwen, kinderen. Nee. Ik kan nu even geen koffie maken. Ik kan nu even niks. Ik ben aan het herstellen. Ja, zeker. Nou. Kan iemand mij ook nog koffie brengen dan? Dat is het gewoon. Ja. Het is natuurlijk gewoon een instrument naar je omgeving toe. Als excuus, want als je gewoon zegt... ik moet even een half uur op de bank liggen... valt niet altijd even goed. Oké, mooi. Dan denk ik dat we redelijk rond zijn op het onderwerp massage... We hebben vaak veel kritische luisteraars die ons graag verbeteren en of aanvullen. Stellen we op prijs. Zeker, toch? Horen we graag. Wouter Starre, dank voor je vraag. Martin Breedijk, ook voor je foto. En ook Erik Brink. Leuk dat jullie reageerden op de podcast en het onderwerp op de agenda hebben gezet. Als jij nou ons wil bereiken met een vraag, een aanvulling, een verbetering, dan kan dat op een aantal manieren. Allereerst zijn wij te vinden op social media. Zijn we de Slimmer Podcast op Instagram, op LinkedIn en ook nog steeds een beetje op Twitter. Maken we iedere vrijdagochtend een post van waar de aflevering van die week over gaat. Dus ga ons vooral even volgen, dan weet je altijd wat het onderwerp van die week is. En geef eens ook zoveel mogelijk hartjes en duimpjes. Dan kunnen andere atleten ook ons vinden. Of andere masseurs, of andere trainers, of andere coaches. Je kan ook naar onze website www.slimmer-podcast.nl. Daar vind je niet alleen de webshop waar je leuke shirts, buffs en mokken kan bestellen, maar ook van iedere aflevering zijn eigen pagina. Daar kun je op reageren, bijvoorbeeld met zo'n aanvulling of verbetering. Of je kan de link pakken en die rondappen binnen jouw club naar jouw masseur. En dan kan iedereen mee profiteren van deze inzichten. En je kan ons ook mailen via post@slimmerpodcast.nl. Ik riep al eerder op, als jij nou een sportmasseur op de Utrechtse Heuvelrug bent, ik ben in de markt, mag je ook mailen. En anders met al jouw vragen, aanvullingen en andere suggesties en onderwerpen. post@slimmerpodcast.nl. Helemaal goed, dan zijn we er weer rond, Guido. Kun je nog wat leuks doen? Naar de masseur? Ja, toch wel. Ik ben al 20 jaar niet geweest, hoor ik. Eens kijken of hij er nog is. Het wordt de Stijn, ja. Hij zit op je te wachten, Guido. Ja, ik ga kijken of ik koffie kan drinken bij hem. Mooi. Wij gaan volgende week in gesprek met Luc Vossen over de ideale pasfrequentie. Dus dan spreken we jou helaas niet, Guido. We hebben een special guest. Daarna iets met ASM, maar die week daarna zien we je graag weer terug, Guido. Dank voor nu. Yo, doe de groet aan Luc. Ja, doe ik. Hoi. 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 Goed dat je nog steeds luistert, want met inmiddels al meer dan 150 afleveringen Slimmer Presteren Podcast tippen we je graag nog een andere aflevering die je misschien ook leuk vindt om te luisteren. Met daarin uiteraard tips gebaseerd op de wetenschap om slimmer te presteren bij het sporten. Inspiratie uit de fysiologie, psychologie, voedingsleer en nog veel meer. Jurgen, welke aflevering wil je deze week onder de aandacht brengen? Aflevering 34. Aha. Over sporten in de natuur. Ja, seizoen 2. Waaruit bleek eigenlijk door... Er zijn niet zoveel onderzoek naar gedaan. Maar wat er gedaan is, wijst wel in de richting dat sporten in het groen vaak als plezieriger wordt gevonden door mensen dan binnenshuis sporten. Ja, leuke aflevering. Wat ik me ook nog herinner is dat ook het creëren of het plaatsen van groen in je omgeving, zelfs gewoon een plant op je kantoor of in een ziekenhuis, helpt al om beter te werken of beter te genezen voor patiënten. Daar is het ooit begonnen inderdaad, de studie in Amerika, dat een arts bedacht van zou het helpen als ik mijn patiënten... Of hem viel het op dat de patiënten die als uitzicht het bos hadden, sneller herstelden na een bepaalde operatie dan de mensen die dat niet hadden. Bijzonder. Ik ga gelijk even luisteren. Aflevering 34.